Welkom bij Vera D. Vandaag een sterke yoga flow voor kracht en lenigheid. Laten we starten in kniezit, de diamant of de bliksemhouding. Kniel neer, tenen wijzen naar achteren, de grote tenen raken elkaar, hielen van elkaar. Oprekken van je nek en je rug. Kin iets omlaag. Rug en nek vormen één lijn. Leg je handen op je dijen. Handpalmen naar beneden vlak boven de knieën. Inademen. Strengel je vingers ineen en strek je armen over je hoofd. Handpalmen naar boven gericht. Adem uit en duw je handen naar voren met een ronde rug en een gebogen nek. Rekken van de bovenrug, armen en schouders. Armen omhoog tijdens een inademing oprekken. Duw je handen van je weg tijdens een uitademing. Rekken van de bovenrug, de schouders en de armen. Inademen. Rek je op. Rek je armen zo hoog mogelijk. En laat los. Draaiing van de wervelkolom. Op een uitademing draai je romp naar rechts, naar het scherm toe. En kijk over je schouder heen. En wissel van kant. Kijk over je schouder heen. Soepel maken van de ruggengraat. Opwarmen van de ruggengraat. En wissel van kant. En wissel. Het koeiengezicht met de armen. Buig de ellebogen. Breng de handen op je rug. Tussen de schouderbladen. Handen ineen. Rekken van de schouders en de armen. Laten we dit even houden. Lange stretching. Volg je natuurlijke ademhaling. Focus op het inademen en op het uitademen. Rek je rug op. Duw je ellebogen naar achteren. Wissel van kant. Buig de ellebogen, breng de handen op de rug, tussen de schouderbladen, handen ineen. Deze houding maakt het schoudergewricht los en soepel. Houd je rug recht. Beginners brengen de handen zo kort mogelijk bijeen op de rug. Hou even vast. Laat los en kom in de handen kniehouding voor de kat op vier poten. Adem uit en hef de rug op, kin naar de borst. Adem in, maak een holle rug, borst vooruit, hoofd omhoog. Uitademen, trek je navel in, ronde rug. Kin naar de borst. Inademen, holle rug. Borst vooruit. Uitademen, bolle rug.
opwarmen en losmaken van de rug. Holle rug, inademen. Bolle rug tijdens een uitademing. Gestrekte kat met beenzwaai. Adem in, maak de rug hol en zwaai je been recht naar achteren en omhoog. Adem uit, ronde rug en buig je been knie naar je voorhoofd. Adem in, zwaai je been naar achteren en omhoog. Adem uit, knie naar voorhoofd. Inademen, zwaai je been naar achteren, maak de heupen los. Uitademen, knie naar voorhoofd, rek en versterk de rug en de benen. Zwaai je been naar achteren en omhoog. En knie naar voorhoofd. Zwaai je been omhoog. Knie naar voorhoofd. Laten we een variant van locus, een eenbenige locushouding of springhaan. Adem in, maak de rug hol en zwaai je been omhoog en naar achteren. Buig de ellebogen, borst naar de vloer. Ellebogen wijzen naar achteren, heupen en been omhoog. Beginners brengen het lichaam op de vloer en ondersteunen het opgehoven been met de tegenovergestelde voet. Beweeg altijd binnen je pijngrens. Deze achteroverbuiging opent de voorkant en versterkt de achterkant van het lichaam. Blijf ademen. Ademen. Focus op je ademhaling. Laat je been beheerst op de vloer zakken tijdens een uitademing. Hou even vast in de achtledige groet. Knie, borst, kin. Schuif door in de opwaartse hond. Dijen aangespannen en van de vloer. Deze asana opent het borstgebied, de keel, de heupen en de schouders. Creëert meer flexibiliteit in de rug. Blijf even in deze houding. Adem rustig in en uit. Je natuurlijke ademhaling. Laat los. Breng je zitvlak naar je hielen voor de gestrekte kindhouding. Ontspan je rug en strek je schouders. Focus op je ademhaling. Rustig in- en uitademen. Kom in de handen, knieënhouding voor de kat op vier poten. Adem uit. Ronde rug, kin naar de borst. Adem in. Holle rug. Open je borst, hoofd omhoog. Uitademen, trek je navel in, ronde rug. Inademen, holle rug.
Open je borst. Uitademen. Inademen, breng je buik naar de vloer. Holle rug. Uitademen, bolle rug. Laten we de serie herhalen met het rechterbeen. Gestrekte kat met been zwaaien. Adem in, maak de rug hol en zwaai je been naar achteren en omhoog. Adem uit, knie naar je voorhoofd. Adem in, maak de rug hol en zwaai je been recht naar achteren en omhoog. Uitademen, ronde rug, knie naar voorhoofd. Inademen, zwaai het been naar achteren en omhoog. Knie naar voorhoofd tijdens een uitademing. Inademen. Holle rug. Uitademen, kantel het bekken naar achteren, duw je rug omhoog. Inademen, holle rug, been naar achteren en omhoog. Uitademen, knie naar voorhoofd. Inademen, holle rug, uitademen, knie naar voorhoofd. Soepel maken van de heupen, rug en nek. Inademen, holle rug, been naar achteren en omhoog. Uitademen, knie naar voorhoofd. Inademen, zwaai je been naar achteren en hou vast voor een variant van de eenbenige locus of de springkaan. Adem in, maak de rug hol, buig de ellebogen, borst naar de vloer. Ellebogen wijzen naar achteren en de heupen van de vloer. De locus geeft de flexibiliteit aan de nekwervels en versterk de onderrug. Verbeter de concentratie en help stress te verminderen. Blijf doorademen. Houd de ellebogen tegen je lichaam aan. Laat je been langzaam zakken tot de achtledige groet. Knie, borst, kin. Vasthouden. Ademen. Kom in de opwaartse hond, dijen aangespannen en van de vloer. Rekken van de psoaspier of lendenspier. Benen en romp worden versterkt. Hou vast. Blijf doorademen. Breng het zitvlak naar de hielen voor de gestrekte kindhouding. Focus op je ademhaling.
en ontspan. Kom op handen en tenen, duw je heupen omhoog in de omgekeerde V en zet je af op je handen. Rol je lichaam naar voren en laat je heupen zakken op de vloer. Duw gelijk je borst omhoog. Til je heupen op tijdens een uitademing neerwaarts rond met hoofd naar de vloer. Rol naar voren, heupen op de vloer en gelijk in cobra. Maak een vloeiende beweging met je lichaam op het ritme van je ademhaling. Om en om, neerwaarts hond en cobra. Een zeer sterke oefening voor de onderrug. Adem in, heupen op de vloer, borst omhoog, cobra. Adem uit, neerwaartse hond, hoofd naar de vloer. Inademen. En uitademen. Maak een vloeiende beweging met je lichaam op het ritme van je ademhaling. Een zeer sterke oefening voor de onderrug, de schouders, de benen, de kuiten. Verplaats je lichaam in neerwaartse hond en in cobra op het ritme van je ademhaling. Neerwaartse hond met voorhoofd naar de vloer. Laat de heupen zakken, hef de borst omhoog in cobra. Buig de knieën naar de vloer en breng je zitvlak naar je hielen. Armen voor je uitgestrekt. Ontspan. Rustig inademen en uitademen. Hef je bovenlichaam op in de diamant of de bliksemhouding. Tenen wijzen naar achteren, de grote tenen raken elkaar, hielen van elkaar, zit vlak tussen de hielen. Rek je nek en rug op, geef ruimte tussen je wervels, kin iets omlaag. Rug en nek vormen één lijn. Handen op je dijen, handpalmen naar beneden, vlak boven de knieën. Ademen. Laten we eindigen gelijk we gestart zijn. Adem in en breng de handen omhoog. Armen naast je oor. Adem uit, duw je handen naar voren met een ronde rug. Kin naar de borst, rekken van de bovenrug en schouders. Adem in, breng de armen omhoog. Handpalmen naar boven gericht, rek je op. Adem
Adem uit, duw je handen naar voren met ronde rug en gebogen nek. Rekken van de spieren in de bovenrug en schouders. Draaiing van de wervelkolom. Op een uitademing draai de romp naar links en hou vast. Wissel van kant. Draai je bovenlichaam naar rechts of naar het scherm toe. Hou vast. Blijf even in de houding. Wissel van kant. En wissel. Naar het midden. Handen rusten boven de knieën, rug en nek op één lijn, kin in. Oprekken. Neem even de tijd om de houding na te voelen. Observeer zonder te oordelen. Je hoeft alleen maar te voelen. Bedankt om met mij mee te doen en tot de volgende keer.